Als een kind goed in zijn vel zit, leert hij makkelijker. De wetenschap laat zien, stress blokkeert ons leervermogen. Dus als je goed in je vel zit, ja, dan sta je veel meer open voor dingen. Dus dat mechanisme is natuurlijk heel mooi als je dat op die manier kunt inzetten. Goedemorgen. En jij? Goedemorgen. Veel plezier. Ik vind het fijn om de kinderen 's ochtends te groeten. Op het moment dat het hier gewoon in de klas is, gewoon bij de deur en anders in de gymzaal. Omdat ik het fijn vind om elk kind even gezien te hebben. Goedemorgen. En Rafael, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat kies jij? Goedemorgen. Als ze soms binnenkomen en er is iets gebeurd thuis of onderweg en ze zijn boos of verdrietig en je besteedt daar bijvoorbeeld geen aandacht aan. Je merkt dat ze dat dan heel de tijd meenemen, waardoor ze minder goed op kunnen letten. Ze zijn toch met hun hoofd ergens anders. En op het moment dat zij over de drempel stappen en ze zitten lekker in hun vel, ja, is er gewoon veel meer ruimte om te leren en hun aandacht erbij te houden ook. Dus kijk niet naar mij, denk aan je ademhaling, denk alleen aan jezelf. Een van de leuke oefeningen om met kinderen te doen is om ze te vragen stevig te staan, sterk als een boom. En dan bij de kinderen langs gaan en kijken of ze ook daadwerkelijk stevig staan. Nu sta je sterk, ik hoor ook bij hem geen geluid. Hij kan zelfs mij dragen, zo sterk staat hij. En wanneer ze dat lukt, hebben ze een overwinningsgevoel van ik ben niet omver te duwen. Ik ben sterk en daar draait het eigenlijk om, hè. Ga maar gewoon even zitten op je stoel. Want we moeten nog even kijken welke kwaliteit erbij vandaag hoort. Luister maar en als ik het voorlees kun je vast even nadenken van hé, welke kwaliteit hoort erbij. Als we de dag beginnen, dan beginnen we altijd met de kwaliteit van de dag. En dan gaan we kijken naar aanleiding van een kort stukje van welke kwaliteit hoort hierbij. En waar gaan we dan heel de dag op letten eigenlijk? Is dit glas half vol of half leeg? Wat je ook antwoordt, het is allebei goed. En toch is er een verschil. Ze leren welke kwaliteiten er eigenlijk allemaal zijn. En ook bij zichzelf te kijken van welke kwaliteiten bezit ik. Als je het glas half leeg vindt, kijk je vooral naar wat er niet is. En als je zegt dat het glas half vol is, kijk je naar wat er wel is. Ik merk dat als je zo'n kwaliteit gewoon centraal stelt op een dag, dat ze ook nog beter leren van wat houdt het nou precies in en hoe kan ik dat laten zien in de klas. Als school heb je de taak om de leerlingen de tools en vaardigheden mee te geven, zodat ze zich straks goed staande kunnen houden in een complexe en sneller wordende maatschappij. En bieden wij dan nog wel aan wat die kinderen nodig hebben. En toen bleken wij uit de wetenschap wat dingen te kunnen vissen waarbij we dachten, hé, als wij in kunnen zetten, blijkbaar op mentale veerkracht vergroten, waarbij je eigenlijk de aspecten waarvan wetenschappelijk bewezen is dat die effect hebben, dat je die eigenlijk vertaalt naar je onderwijs. Dat is eigenlijk het grote winstpunt, denk ik, van op die manier het verweven in het lesgeven. Je gaat op een andere manier kijken en met de kinderen omgaan. Je leert ze net wat sterker in hun schoenen te staan en ik merk nu wel dat je dat terugkrijgt. Dat je dat echt wel merkt in de klas. Je krijgt van mij een blaadje, een antwoordenblad van spelling. Daar ga je je naam op schrijven. Deze week hebben we CITO-toetsen gehad en de kinderen vinden dat altijd heel erg spannend. Oké, nou succes, daar gaan we. En om een beetje die spanning weg te nemen, mochten ze sowieso een knuffel meenemen van thuis. En had ik voor elk kind een complimentje uitgeprint wat voor hun bedoeld was. En om een soort van schouderklopje te geven van ja, jij kan het. Nummer 7. Het boek valt hard op de grond. Schrijf op grond. Grond.
Op het moment dat je goed voor je leerling wil zorgen, dat begint eigenlijk met goed zorgen voor je leerkrachten. Als leerkrachten beter in hun vel gaan zitten, van gelukkige leerkrachten leer je de mooiste dingen, denk ik altijd dan maar. Als die meer plezier hebben, dan voel je dat ook terug in een klas. En als leerlingen dat ondertussen ook over gaan nemen, krijg je een beter pedagogisch klimaat. Een beter pedagogisch klimaat is voor de leerkrachten ook weer fijn, zorgt weer voor minder stress. En zo zit je eigenlijk in een positieve spiraal. Kom zitten en pak je rode map even op de tafel. Oké, het eerste rijtje. De jongens beginnen en daarna de meisjes. Lelijk, eerlijk, dierlijk, vrolijk. Nou, en nu gaan we met de kikkerles aan de slag. Want met de kikkerlessen hebben we het ook steeds over gevoelens en over emoties gehad, hè? Elke week hebben de kinderen kikkerles. Eigenlijk is de kikkerles een aandachtstraining voor de kinderen. Een collega van mij geeft dat. Ik zit er wel altijd bij en ik doe eigenlijk gewoon altijd mee met de kikkerles. En eigenlijk leren de kinderen om hun aandacht te trainen. En hoe is het met de temperatuur buiten? In deze wereld van heel veel prikkels merken we ook dat die prikkels invloed heeft op de mate waarin wij ons kunnen concentreren. Wij worden steeds sneller afgeleid. Wij leren heel snel schakelen nu met ons brein. Maar snel schakelen zorgt er ook voor dat je aandacht moeilijk langer vast kan houden. En wij vragen dan van leerlingen, concentreer je? We moeten natuurlijk wel leren hoe. En het weer, dat verandert eigenlijk de hele dag. Het blijft niet de hele dag hetzelfde. En zo is het eigenlijk ook met je stemming van binnen. Als je gewoon even een momentje rust pakt, al is het maar even ademhaling onder controle krijgen, eventjes met je ogen dicht gaan zitten of bepaalde andere oefeningen doen, dat ze dan gewoon weer meer concentratie kunnen opbrengen voor de lessen die komen gaan. We gaan nog één ding doen voordat we naar huis gaan. Je krijgt van mij, dat heb ik vanochtend al gezegd, zo'n blaadje waarop je gaat schrijven hoe jij vandaag vond gaan. Ik vind het leuk om de dag af te sluiten op een manier dat je de dag nog even kort bespreekt. En de ene dag doen we een spelletje dat ik een soort balletje heb en dan gooi ik het over. En dan stel ik een vraag, bijvoorbeeld dit maakte mij vandaag trots. En dan mogen een aantal kinderen vertellen waar ze vandaag trots op over waren. En soms vullen ze een blaadje in waarop ook al die vragen staan en dan, dit heb ik vandaag geleerd of ik heb wel of geen zin in morgen, want ja, eigenlijk een soort evaluatie van de dag. Soms moeten kinderen nog even iets kwijt, dus ik vind het wel een leuke manier om de dag af te sluiten. Ja, ik vond het ook echt heel knap hoe je dat hebt gedaan, want je moest best wel veel inhalen. Je had eigenlijk een hele toetsochtend, maar je hebt helemaal niet opgegeven en je hebt niet geklaagd. Wat ik vooral zou willen bereiken, is dat de leerlingen die wij uiteindelijk in de maatschappij zetten, dat die tools en vaardigheden hebben, zodat zij zich gezond, gelukkig en succesvol staande kunnen gaan houden in die maatschappij die steeds sneller wordt en die steeds meer verandert. Ik hoop dat ze gewoon vooral onthouden dat ze zelf ontzettend leuk zijn en dat ze het waard zijn. En dat als er dus in hun buitenleven ook tegenslagen zijn, dat ze daar ook gewoon mee om leren gaan van oké, ik heb een tegenslag gehad, maar ja, ik ga er toch wat van maken en ik kom er wel.